Hoe maak je een airfryer schoon? Dat is een heel veel gestelde vraag op mijn pagina. Ik ga het jullie nu uitleggen. Een airfryer, wanneer je deze openmaakt, heeft hij een bak en een airfryermand. Nou, die kunnen allebei in de vaatwasser. Mijn advies gaat altijd zijn, was dat ding alsjeblieft met de hand af. Omdat dan niet je hele vaatwasser vol meteen staat. En die machine is dan nog warm. Als de machine nog warm is, zijn die vetten nog lekker vloeibaar. Die lossen dan op in gewoon warm water. En zo was je die airfryer af. Ik ga het jullie zo meteen voordoen. Waar was je een airfryer mee af? Dat zijn verschillende dingen. Je hebt microvezeldoekjes. Die zijn voor de buitenkant van de airfryer. Doe dat met gewoon wat foamspray of glasspray. Of een milder ontvetter zou je ook nog kunnen gebruiken. Om de airfryer van buiten schoon te maken. Dan heb je ook speciale doekjes op de markt voor anti-aanbakpannen. Die zou je ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te schuren in de airfryer. Stel, er is iets ingebrand, kan je zo'n lapje gebruiken om de vlekjes eruit te schuren. Let wel op, dat kan niet met een schuurspons. Het moet een speciale spons zijn voor anti-aanbaklagen. Nou, dan gebruiken we een afwasborstel en, heel belangrijk, afwasmiddel. Geen afwasmiddelen gebruiken met een heel hoog pH-waarde. Gewoon normaal zeepsop is voor mij altijd prima. Nou, we gaan meteen beginnen. Nou, de airfryer mand en bak staat in de wasbak. Altijd makkelijk om het netje eruit te klikken. Dat kan in de XXL airfryer kan dat. In de XL kan dat niet. Dus dan ben je iets meer aan het schrobben en aan het borstelen. Nou, we gaan het water aanzetten. We doen daar gewoon een sopje in. En dan pak je een afwasborstel en dan begin je gewoon te wassen. Ik zei net al, dat kan je het beste doen als de machine nog warm is. Wat ik meestal doe, ik bereid mijn eten. Ik schep het op de borden. Ik zet de bak in de was of in de wasbak. Ik doe er water bij. Ik ga op mijn gemak eten. En daarna kan je de airfryer, die heeft dan gewoon losgeweekt. Die kan je gewoon schoonmaken met een afwasborstel. Als je dit na elk gebruik doet, maak je die airfryer na elk gebruik weer schoon. Ga je dit niet doen, dan gaat het vet inbranden, krijg je vlekken en dan wordt die moeilijker schoon te maken. Nou, de onderplaat kan je gewoon eruit halen. Gewoon met een afwasborstel was je deze gewoon af. Nou, ik legde net al uit dat er speciale sponsjes op de markt zijn voor anti-aanbaklagen. Mocht je toch vlekken gaan krijgen, kan je met dat speciale sponsje kan jij gaan schuren. Kan jij die vlekken, kan je die weg gaan halen. Let wel op, je hebt echt een speciaal sponsje nodig voor anti-aanbaklagen. Dus geen gewone schuurspons. Nou, ik heb de airfryer ondersteboven gezet. Hij staat open, dus je kijkt eigenlijk nou op het verwarmingselement. Hoe maak je nou het verwarmingselement schoon en kom je hieronder? Hieronder, dat kan je het beste doen met dit soort borstel. Ik noem het ook wel eens een flessenborstel. Dan ga je onder de plaat, kan je de flessenborstel stoppen. En zo schop je als het ware gewoon het vet weg. Dat hoeft niet na elk gebruik, maar dat kan je het beste 1 keer in de 3 weken, 3-4 weken doen. Als je de airfryer intensief gebruikt. De bovenkant doe je met een normale afwasborstel. Kan je gewoon zo langs schrobben en zo ga je als het ware rond en schop je de airfryer eigenlijk schoon. Daarna droog je hem helemaal af. Je kan dit ook voorkomen, die aanslag. En daar hebben we een accessoire voor. Het snackcover accessoire, dat is eigenlijk gemaakt om, als jij hele vette producten, vet vlees, vette snacks gaat bakken, om die over de mand heen te zetten. En die houden als het ware het vet tegen om naar boven te gaan. Dus stel, je gaat hele vette dingen gebruiken. Dat hoeft alleen maar bij hele vette dingen. Dat hoeft bijvoorbeeld niet bij friet of bij groenten, want er zit bijna geen vet in. Maar als je bijvoorbeeld heel vet vlees gaat bakken, of je gaat hele vette snacks gaan je bakken, kan je het snackkofferdeksel eroverheen zetten. En dat houdt als het ware het vet tegen. Er is nog een tip die ik wil meegeven. Als jij gaat bakken, bak dan altijd op een lagere temperatuur. Dus bak geen vlees op 200 graden. Als jij vet vlees gaat bakken,
bak op 160, 170 graden. Dat duurt een paar minuutjes langer, maar dan heb je al die inbrandproblemen heb je niet meer. Dan nu de buitenkant. Hoe maak je de buitenkant schoon? Nou, het beste kan je de buitenkant schoonmaken met een microvezeldoek. Maak die een beetje nat en ga gewoon over die airfryer heen en begin hem zo schoon te maken, totdat hij weer helemaal glimmend, spik en span op je aanrecht staat. Nou, wat hebben we eigenlijk in deze schoonmaakvideo nou geleerd? Stap 1. De bak en de mand. Die doe je na elk gebruik schoonmaken. Het liefst wanneer de airfryer nog warm is, want zijn de vetten nog vloeibaar. Doe dat gewoon met een sopje met een pH-neutraal afwasmiddel. De bovenkant van de airfryer, de grill, maak die schoon met een langwerpige afwasborstel. Doe dat meteen vanaf dag 1. Want als je dat vergeet of je begint dat pas na een paar maanden aan, dan gaat dat niet meer werken natuurlijk. Dus vanaf dag 1 met een langwerpige afwasborstel en doe dat periodiek 1 keer in de 3 weken. De buitenkant van de airfryer met een microvezeldoek kan je gewoon met een klein beetje water, eventueel wat sop, kan je de airfryer afdoen. Zodat die eigenlijk weer helemaal glimmend staat in je keuken. Nou, dit was de schoonmaakvideo. Wil ik jullie allemaal bedanken en tot de volgende keer.